Betoverd is ze. Het schilderachtige stadje Ruthen in het Noord-Sauerlandse heuvellandschap. Een echt stukje thuis. Mooi gelegen, omgeven door bossen, rivieren en bergen. Het is niet moeilijk om in te zien waarom Ruthen ook de bergstad genoemd wordt. Dit lieflijke stadje heeft veel bezienswaardigheden voor u in petto. Dankzij zijn idyllische ligging en de vele historische gebouwen is Ruthen een zeer geliefd doel voor een uitstapje. Zowel voor inwoners en bezoekers als voor zakelijke vestigingen zijn er vele goede redenen om voor Ruthen te kiezen. Zo is bijvoorbeeld een rondwandeling over de bijna geheel bewaarde 3 kilometer lange oude stadsmuur een bijzondere ervaring. Veel gedreven gastheren popelen om u te verwennen en u de zorgen van alle dag te laten vergeten. Voor het geval u zich in Ruthen zou willen vestigen, wij zijn erop voorbereid. Met opleidingen van A tot Z, goede scholen en kinderdagverblijven en een ruim aanbod van sport- en vrije tijdsmogelijkheden. De schitterende landelijke omgeving van de stad met zo'n 4000 hectare bos en 200 kilometer goed onderhouden wandelpaden biedt het gehele jaar door ontelbare mogelijkheden voor wandelaars, fietsers en andere enthousiaste sportbeoefenaars. Beleef eens, gelegen in het bekoorlijke landschap van het Sauerland en van het natuurpark Arnsberger Wald, de wonderlijke wereld van het bos in het Biebental en op het Bieberpad. Door te ruiken, te voelen, te horen en te zien. Een nog intacte landschappelijke idylle waar nog volop rust en ontspanning te vinden is, waar alle beslommeringen van u afvallen. En ongelooflijk maar waar, in Ruthen is er zelfs een heus waterkasteel te vinden. Aan de voet van het dorpje Kallenhardt ligt in het beboste Glennendaal de mooie ridderburg Körtlingshausen. De economische structuur van Ruthen kenmerkt zich voornamelijk door bedrijven in de middenstandssector, die zowel uit klassieke als ook innovatieve bedrijven bestaat. Als voorbeelden noemen wij firma Haro, de firma Gamma Fahrzeuge of de verhuurder van vakantiewoningen, Dole. Daarnaast speelt een veelvoud van prestatiegerichte bedrijven ook een belangrijke rol. De lokale firma Haro, specialist in transportbanden, maakt al sinds meer dan 50 jaar allerlei soorten lopende banden en andere transportsystemen. Het familiebedrijf, inmiddels in de tweede generatie, presenteert zich met circa 100 medewerkers in vele uiteenlopende bedrijfstakken. Zonder rijbewijs toch legaal in Duitsland auto rijden? Dat kan ook anders. Wij adviseren u graag. Uw Gamma Fahrzeuge GmbH. Al sinds meer dan 25 jaar uw partners voor lichte en speciale voertuigen. En bezoekt u ook eens de vakantiewoningen van de familie Dole in de schitterende omgeving van het Rabennest. Weg van de sleur, terug in onze mooie vakantiewoningen. Deze veelvoud aan bedrijfstakken maakt de stad Ruthen tot een uitmuntende en toekomstgeoriënteerde vestigingsplaats. Wij zijn natuurlijk, sympathiek, levendig. Ruthen. Hier begint het Sauerland.